Nou dames, nou hebben jullie ze alle 13 aan het woord gehoord. Ja. En gaan jullie alsnog met ze voor jezelf beginnen? Het gaat natuurlijk om onze stad en om al zijn inwoners. Kijk, persoonlijk ben ik eigenlijk, ja wacht even, persoonlijk ben ik zelf nog steeds een beetje een zweverig, ben er gaan zweven. Maar dat kan ook te maken hebben met dat ik suiker, ik heb suiker. Ik heb diabetes, dus dan voel je altijd een beetje zweverig. Maar ik trek het nog wel over de streep, want het is nog geen 19 maart. Dus wij hebben nog alle tijd om te... Maar we zijn wel bezig om voor volgend jaar, zeg maar, met een eigen politieke partij te komen. Zo is het. Want we hebben niet alles gehoord wat eigenlijk bij ons van binnen speelt. Wat is het allerbelangrijkste wat je gemist hebt? Wat wij een beetje gemist hebben, dat is iets van een verhaal over die kutmeeuwen. Ja, die kutmeeuwen, dat is jammer. Je wordt toch elke dag uit je bed gekrezen door die beesten. Nou ja, CDA heeft het wel, wel gezegd. Het maar wel gezegd. Ik wil straks, nou ja, zeg, net zoiets als een stadswacht. Dat de mannen over straat lopen met een flink geweer. En dat ze uit de rug geschoten worden. Gewoon volgens mij is dat de enige remedie, hè, zeg maar, om van die pokkenbeesten af te komen. Zo is dat. Gaan jullie zelf stemmen woensdag? Nou, maar natuurlijk. Ja, zij weet het nog niet. Ik ben nog steeds zweverig. Maar vanavond gaan we er even over in discussie. Wat het beste zou kunnen zijn. Zij denkt aan meneer Vos van de, zeg maar, van de Partij van de Dieren. Van de Meeuwen. Ja, want Partij van de Meeuwen. Zij is erg geïnteresseerd sinds ze zijn verhaal gehoord hebben over die schoenen. Dat weiland. De weilandroute. De 60 was dat toch van de weilandroute. Nee, dat was meneer Vos met zijn weilandroute. Kijk, dan komt er toch weer verwarring. Ziet nou al baas. Dan komt er toch verwarring. Het is te veel informatie eigenlijk op één middag. We moeten al die flyertjes gaan we nog even doorlezen. We hebben tot woensdag de tijd. Kijk, zijn verder niks anders dan de kleed hangen. Dus we komen er echt wel uit. En mocht u, zeg maar, om advies verlegen zitten, dan kan u ons altijd bellen. Ja. Op nummer 071 531 2267. Dat is mijn nummer. Dat is grappig. Gaan ze allemaal weer lopen bellen. Maar natuurlijk, je moet mensen toch van... Je moet wat voor je stad, over hebben. Je kan natuurlijk ook bellen naar 5-4-1-1-4. Dat is helemaal... 3-0. Maar kies u nou voor het eerste nummer. Ja. En u krijgt een prachtig stemadvies. Ja. Dank u wel. Oké, tot ziens.